En welkom bij een nieuwe video. Vandaag doe ik de uitlegvideo van hoe je dit leuke doosje maakt. In de vorige video had ik al een beetje laten zien wat het eigenlijk is. En nu zal ik uitleggen hoe je dit maakt. Laten we beginnen. Dit zijn de materialen die ik allemaal heb gebruikt. Je hebt in totaal 5 origami bladeren nodig. 5 vierkante bladeren van even groot, die even groot zijn. Want ik wil namelijk dit zo doen. Je kan er ook 6 nemen, maar het is misschien beter dat je er 5 neemt. Dat zal het zeker uitkomen. Ik ga het gewoon dezelfde kleuren doen. Nee, dit is lichtblauw. Ik ga er 3 mee rood doen. Dus ik heb hier 3 vierkante rode papieren. En 2 mee lichtblauw. En ik had hier donkerblauw gebruikt. En ik ga nu lichtblauw gebruiken. Je hebt ook een A4 papier nodig. Ik gebruik rood voor, zoals hier, de buitenkant. Een A4 papier heb je dus ook nodig. Dan heb je plakband of lijm nodig. Maar zoals je hier ziet, ik weet niet, hier zie je allemaal plakband. En dat is niet zo mooi, omdat de lijm niet zo goed was geplakt. Dus ik ga dit keer proberen met dubbelzijdig plakband. Dat gaat steviger zijn, denk ik. Dus ik ga dubbelzijdig plakband gebruiken. Jij kan natuurlijk ook gewoon lijm gebruiken. Je hebt ook een schaar nodig voor alles uit te knippen. Een potlood en een lat of een geodriehoek voor alles af te tekenen. Nu moet je eerst met de 5 papieren die je hebt telkens een bakje maken. In de vorige video legde ik je uit hoe je een doosje maakt. Zoals dit. Je hebt voor dat doosje een groot en een klein deel nodig gehad. Voor het klein deel moet je nu niet zoveel moeite doen. Nu moet je eigenlijk alleen het grote deel maken. En daar noem ik dan een bakje. Dit noem ik een bakje. Zo. Dat is maar even informatie. Dus je moet eerst elk papier vouwen tot je een bakje hebt. En normaal gezien is elk bakje even groot. Zoals jullie zien heb ik nu 5 bakjes gemaakt. 3 rode, 2 blauwe. Nu komt misschien het moeilijkste van het deel. Van alles. Misschien als je ziet, heb ik het een beetje afgemeten. Dat alles er mooi in past. Dit hier tussen past perfect het blauwe bakje. Tussen de 2 blauwe past perfect het rode. Ik heb natuurlijk ook een aantal millimeter speling genomen. Ik ga nu mijn maat zeggen van mijn bakjes die ik erin ga leggen. Maar dat kan zijn dat dat jouw bakjes niet zijn. Allee, dat zo groot jouw bakjes niet zijn. Nemen we daar dan ook meteen het andere materiaal bij. Ziet hier ons mijn A4 blad. En je gaat daar eigenlijk je gaat het van links naar rechts. Dus je gaat sowieso een beetje overschot hebben. En dat kunnen we hierna nog wel gebruiken. Maar je gaat eerst de lengte meten van je doosje. Dus ik ga dat even meten. En ik meet 5,5 centimeter. 5,5 centimeter, dat is het ongeveer precies 5,5. Dus ik ga 5,7 daarvan maken. Omdat 5,7 centimeter, dan heb ik 2 mm speling aan de beide kanten. Je moet ook de hoogte weten van het doosje. Ik meet even. En ik kom ongeveer 2,6 centimeter uit. Ik zal het even een beetje scherp stellen. 2,7 centimeter. De doosjes moeten goed ineen passen, dat er een ander doosje tussen kan. Dus als ik het zo zou vasthouden, pak even een blauw doosje, dat het er mooi tussen kan, zonder al te veel moeite. Dus 2,7, 2,9 maak ik er dan van en dan rond ik het mooi af naar 3 centimeter. Als jij toevallig
ook origami blaadjes hebt, dit is nu toevallig een geel, van ook 15 centimeter op 15 centimeter. Dan kun je eigenlijk bijna alle maten overnemen die ik neem, maar dan moet je origami blad 15 centimeter op 15 centimeter zijn. Anders moet je het voor jezelf een beetje millimeter speling erbij doen. Dus in de hoogte zou ik een 3 mm speling erbij doen. En in de lengte zou ik 2 mm speling. Nu ga je het eigenlijk afmeten. We hadden dus gezegd dat we in de lengte 5,7 cm zouden gebruiken. Ik heb hier een klein puntje gezet. Ik zal het een beetje dikker maken. Streepje. Misschien kunnen we het zo niet zien. Hier. Dit moet je dus 4 keer doen. Waarom 4 keer? Omdat dit... Als je zou zeggen... Dit is 5,7 centimeter. Dit is 5,7. Dit is 5,7, dit is 5,7. Dus ik heb dus 4 randen of 4 dingetjes gebruikt. 4 keer 5,7. De hoogte ga je 5 keer herhalen. Dus dan zal ik ook ineens de hoogte doen. De hoogte is in mijn geval 3 centimeter. Ik zeg vooral duidelijk in mijn geval, omdat dat niet bij iedereen is. Als je een groter of een kleiner papier gebruikt, zal alles veranderen. Ik meet 3 centimeter af. En 6 centimeter. Telkens per 3. Dus daar kun je een beetje de tafel van 3 mee gebruiken. 3, 6, 9, 12, 15. Ik ga nu even op pauze zetten. Ga ik even in de lengte 4 keer 5,7 en in de hoogte 5 keer 3 centimeter aftekenen. Ik heb alles meteen... een streepje zit. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Dus hier, hier, hier en hier. Dus tot hier zou ik het papier moeten afsnijden. De hoogte heb ik het ook gedaan. 3, 6, 9, 12, 15. Zou ik het papier zo moeten afsnijden. Ik ga nu eerst even kijken of er in de hoogte dat het past. Ja, ik zie het natuurlijk in de hoogte. Voor jullie is dat misschien een beetje moeilijk. Het is ook moeilijk om het te filmen. Maar je gaat eigenlijk met een 1 bakje eigenlijk kijken van, is de lengte goed? Ja, ik vind van wel. En is de hoogte goed? Jazeker. Als je dat hebt, bij elk afgetekend dingetje, dan heb je het goed gedaan. Je kunt het ook voor je... om het je gemakkelijk te maken, de lijnen doortrekken tot aan de bovenkant van het blad. En van links naar rechts ook de lijnen doortrekken. Ik zal dat nu even doen voor het gemakkelijk te maken voor jullie. Ik heb alles getekend zoals ik vind dat het goed is. Ik weet niet of het goed is dat ik even het licht uitdoen. Ja, zo kunnen jullie het misschien een beetje beter zien. Zien jullie een beetje schaduw van mijn statief? En van mezelf. Maar dus, ik heb... Oh, dat is lastig, hè? Ik heb dus overal afgetekend waar er een bakje moet komen. Ik kan het toch het licht aandoen. Overal afgetekend waar er een bakje moet komen. En hier van boven heb ik de lijn doorgetrokken. Dus hierop moet ik het knippen. Dus heel dit stuk zal er afgaan. Dat hebben we dus subiet nog wel nodig, maar nu direct nog niet. Ook hier... De laatste. Dit mag je dus ook allemaal af. Ik ga nu even alles knippen. Ik zal jullie meer uitleg geven over wat je daarna moet doen. Ik heb het er even afgeknipt. Dit hebben we dus niet nodig. Allee, nu niet. Dat kun je best nog bijhouden. Maar nu hebben we het niet nodig. Nu ga je eigenlijk alles vouwen. Dus bijvoorbeeld zoals bij die bloemvideo ga je nu op de lijnen... Ga je het naar binnen vouwen. Je hebt op de lijnen gevouwen. En nu zou je het eigenlijk... Wacht even.
zou je het nu eigenlijk zo al een beetje de vorm kunnen zien. Zie je, ziet inderdaad alle bakjes in. Doe je het open, dan zou hier een aantal bakjes staan en dan hier, hier, hier. Kun je het al een beetje leggen hoe je het zou willen. Dus hier gaat het eerste bakje komen. Hier, zo dan, hè. Zo, het is een beetje moeilijk om het te stapelen. Dan doe je dit en dan zo ga je verder tot boven. Ik leg het hier nu maar op de tafel, maar het papier is hier een beetje moeilijk aan het doen. Nu neem je je lijm of dubbelzijdig plakband. Dit keer ga ik het met dubbelzijdig plakband proberen. En lijm je eigenlijk hier. Hier en hier. Dat je je doosje mooi zo kunt opkleven. Ik ga het even met de dubbelzijdige plakband proberen. Als dat niet lukt, ja, ga ik het gewoon zoals met lijm doen, zoals de vorige keer. Ik ben er weer. Ik heb op een bakje dubbelzijdige plakband gekleefd. Ik heb dit ook al op het blauwe doosje gedaan. Straks moet ik dit er nog aftrekken en kan ik het kleven. Moet ik wel goed opletten. Ik wil rood, alle rode bakjes, aan de linkerkant. En telkens met een bakje daartussen een blauw. Dus daar moet ik wel heel erg op letten. Daar al geen fouten bij maken. Ik ga de eerste twee bakjes voordoen. En dan ga ik even de video op pauze zetten, doe ik de rest. En dan ga ik even het eindresultaat een beetje laten zien. Ik begin met dit eraf te trekken. Deze. En dan ook nog deze. Alles is eraf getrokken. Nu probeer ik voorzichtig erop te kleven. Dit zal ook mijn onderste doosje worden. Ik heb hier al opgekleefd en nu plooi ik het papier ertegen. Heel voorzichtig natuurlijk. Ik vind dubbelzijdige plakband nu toch wel goed. Ik had het nog niet uitgeprobeerd, maar het werkt. Dus als je dubbelzijdige plakband hebt, wees heel voorzichtig dat je niet te snel plakt of verkeerd plakt. Vorige keer heb ik lijm gebruikt, maar dat bleef toch niet zo goed zitten. Daarom heb ik er plakband mee gebruikt. Dat kan natuurlijk ook, dan mag je kiezen hoe je het doet, maar ik ga het niet meer doen. Nu ga ik net de hoogte daarop, ga ik het blauwe bakje maken. Het blauwe bakje doen. Dus eraf trekken. Ook aftrekken. Dan echt mooi boven. Oeps. Mooi boven. Dat erop plakken. Zie je wel dat het een beetje van die millimeter speling is. Dat je de lijnen hebt getrokken. Oké, nu de volgende. Als je ziet heb ik dit al. Nu ga ik het nog voortzetten tot boven. Zoals jullie kunnen zien is hij af, die van mij. Nu heb ik er twee. Maar, zoals jullie kunnen zien, het verschil is dat lichtblauw hier is en donkerblauw aan deze kant. Als je naar boven kijkt heb ik hier een soort van precies een afdakje gemaakt. Voordat dit ook een doosje wordt. Dus als je dit dicht doet. En je doet deze dicht. Dan zie je hier kan er niks uitvallen. En hier kan er wel iets uitvallen. Hoe heb ik dat gedaan? Ik ga het bij deze niet doen. Maar hoe heb ik het gedaan? Ik heb van de overschot. Heb ik afgeknipt. Oh, ik kan het op zich wel doen. Maar en dan heb ik het eigenlijk op. Dus dan heb ik het bijvoorbeeld hier afgeknipt. Zo. Heb ik de hoogte van dit. Op deze hoogte heb ik geplooid. Ongeveer. En zo heb ik er dan een afdakje van gemaakt. Heb ik een beetje vastgeplakt langs de ene en de andere kant. Maar dat ga ik nu niet doen, omdat ik het misschien wel leuk vind om hier altijd iets in en uit te kunnen doen.
Vond je dit nu een leuke video? Doe dan dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer gratis op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En tot een volgende video.